Op het Koninklijk Paleis in Amsterdam hielden koning Willem-Alexander en koningin Maxima de traditionele nieuwjaarsontvangst voor Nederlandse genodigden. Ook prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven waren aanwezig. Zoals elk jaar zijn er gasten uitgenodigd op de traditionele receptie die de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen. Daarnaast zijn dit jaar specifiek vertegenwoordigers uit de bouwsector uitgenodigd. De veelzijdigheid en het vernieuwend vakmanschap van de bouwsector zijn indrukwekkend. Ik denk dat het ontzettend mooi is dat de bouw hiermee in het zonnetje komt te staan. Laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk geweldige aandacht die er op deze manier komt naar buiten toe. Maar ook voor de mensen zelf in de bouw. Want er is zoveel om trots op te zijn en dat wordt eigenlijk door vandaag weer bevestigd. Ja, heel erg leuk. Was wel even schrikken, maar... Ja, dat is wel iets apart om mee te maken. Het is een eer om hier op het paleis te zijn en al die verschillende mensen te ontmoeten vanuit overheid, vanuit bestuurders, vanuit de bouw. En gewoon na te denken over hoe we nieuwe dromen gaan realiseren. Ik denk dat is 2014 voor mij in ieder geval. Zolang er in Nederland mensen zijn die willen bouwen, mogen we vertrouwen hebben in de jaren die komen. In die zin staat deze sector symbool voor vele andere sectoren waar evenzeer gebouwd wordt aan de toekomst. De bouwsector heeft een moeilijk jaar achter de rug en het einde is nog niet in zicht. Ik geloof dat er gebouwd moet gaan worden. Daarom weet ik ook gewoon dat die toekomst rooskleurig is. Dat gaat ook gewoon gebeuren. En dat kan door middel van iets ruimere bestemmingsplannen, iets meer dan een bank wat doet. En bouwen, ja, Nederland is niet af. Het spannende daarvan is dat het weer opnieuw een soort beroep doet op onze creativiteit. Dus bijvoorbeeld een Heijmans en een Rozengaarden die gaan nadenken over slimme wegen. Wegen die eigen informatie of een eigen licht genereren. Zeker het uitwisselen van ideeën over hoe we door kunnen, hoe we kunnen vernieuwen, hoe we ons meer naar buiten toe kunnen richten. Dat zijn allemaal dingen die heel veel toegevoegde waarde hebben voor de bouwsector in totaal. En ik vind het ook heel fijn om zoveel mensen te ontmoeten die allemaal hier aanwezig zijn en toch ook het Koninklijk Paleis van binnen zien. Het is toch wel heel mooi.